Ja, dan komen we met KWR. Dan hebben we volgende week een project om dat bekendheid mensen kunnen in ieder geval hier scannen, zometeen denk ik ook voor het goede doel natuurlijk geld over te maken. Lijkt mij een goed idee, hè? Dus als je nog geld over hebt, of een snoep hebt verkocht, de auto van de KWR kankerbestrijding in handen lopen met die QR-code voor het goede doel. Ja, laten we maar hebben de ETC Nederland, Leenboer Investments BV, GW Plans Singapore, Thuisgenomen BV, NOC, BTV en onder andere het Theaterhotel. Ja, daar zijn we net geweest. En als je nou zometeen op pad wil, kijk dan eens bij Drive Your Dreams Classic Cars. Maar zij maken samen met de Bruno Masbussen Masterlink BV, Otto Sion BV, Loodgieters en installatiebedrijf van Koten BV. En natuurlijk de sprintklas met Lincoln. Ja, dat is het. Ja, en een taxi voor volgende week wel goed leverancieren. En als je dan nog geld over hebt, dan geef je dat natuurlijk aan KWF over. Ja, gewoon even muziek hebben bij de hand houden. En anders je in toch weer trots dat we het weer verred hebben dit jaar, hè? Ik ben er heel blij mee dat we ook deze editie hebben weten te organiseren. Betekent dus dat het wel in een afgeslankte vorm moest? Ja, nou weet je, normaal dan beginnen wij in december echt met de voorbereidingen al. En dit jaar hadden we met corona te maken, dus we zijn pas in maart echt begonnen. Ja, dan hebben we eigenlijk een paar maanden verloren. Dus we moesten in een paar maanden tijd de organisatie doen. En dat is heel kort. En als je dan toch zo'n rennersveld bij elkaar kunt krijgen, dat is fantastisch. Ja, geweldig. Maar weet je, we hebben al die jaren heel veel mensen altijd gehad. En al die wielrenners die willen heel graag hier rijden. En ik vind ook dat we hebben een goede organisatie staan. Maar voor ons is ook de renners wel belangrijk natuurlijk. Een rennersveld, wat aantrekkelijk is, is natuurlijk belangrijk voor ons. Zoals elk jaar zit de Vuelta jullie erg in de weg. Nou ja, die Vuelta die is een keer verschoven en dat is ook zo gebleven. En ja, en daar zijn er inderdaad een aantal renners die daar rijden. En waardoor ze niet hier kunnen komen. Maar ja, weet je, ik vind het ook geweldig als je ziet toch die jonge gasten die ook graag met die grote mannen mee willen rijden. Dat is ook natuurlijk fantastisch om te zien. Het fantastische publiek wat hier langs de rel staat. We zijn net even op de markt geweest en ook even in de stad. Het is een fantastische ambiance in de stad. En dat is alleen maar op jullie konto te schrijven. Nou nee joh, weet je, dit zijn dingen die je maakt met vrijwilligers, met een bestuur, met een gemeente, met sponsoren. Dus je maakt het met elkaar. En de energie die ik ervan krijg, is dat we met al die partijen samen de dingen voor elkaar maken. Daar gaat het over. Een stad, dat moet leven, dat moet bruisen. En dat kan alleen maar als je het samen doet. Ja, en Nicky Terpstra en Arvid de Klein, zij hebben de oversteek gemaakt. Timo de Jong, hij zit erbij. En ook met nummer 16, en hoorde hem al. En dan gaat het ook naar voren. Niels Verdij, komt hij aan. Hoe trots is de gemeente Almelo op dit evenement? Ja, daar zijn we heel erg trots op. Want het is een beeldbepalend element voor Almelo. Het vindt dus al 38 keer plaats. En we zijn heel blij dat nu deze 38e editie hier eindelijk weer kan plaatsvinden na de corona. En ja, daarom hebben we ook geholpen om het weer te laten starten. Dat betekent dus dat heel Almelo weer uitloopt vanavond om dit evenement te zien. Ja, dat hoop ik. Ik hoop echt dat heel Almelo er is. 38e keer, ik heb het al gezegd, maar moet je blij zijn met het bestuur van de wielerronde dat ze dit 38 jaren achter elkaar, nou bijna achter elkaar, al volgehouden hebben. Ja, daar ben ik ook heel blij mee. Het is toch heel erg belangrijk dat er een goed bestuur zit met mensen die een evenement als dit kunnen organiseren. Want het is echt wel moeilijk om dat te doen. En dat ze het toch voor elkaar hebben gekregen in een relatief korte tijd. Ja, complimenten voor alle mensen die bij de organisatie betrokken zijn. Wat heb jij persoonlijk met wielrennen? Nou, ik wielren zelf. En ik fiets elke zondag met de Ruiter 3.
Dus ja, wielrennen vind ik een hele mooie sport. Nogmaals hier eens een keer een groepje, Martijn Bunningen. Hij neemt dan Elmar Rijnders mee. En kijk waar is dan met Ronda de Pijn. Het is, ik vind het een eer om rondemis te mogen zijn. Ja, absoluut. Ja, weet je, het is toch leuk als je daarvoor benaderd wordt. Ja. En vindt u wielrenners leuk? Ja, ik vind de wielrenners heel leuk. Maar het wielrenners zelf ben ik niet zo in thuis. Maar met Nicky Terpstra op de auto, hartstikke leuk. Ja, leuke man. Maar die wint waarschijnlijk ook. Ja, dat, nou ja, daar gaan we vanuit. Maar ja, je weet het nooit. Hè. Het blijft sport. En ja, als het erin uitvalt, dan weet je ook niet wat er gebeurt. Dus, Lars van den Berg voor Bama FDG. 24 waren het. 24 seconden waren het en daar gaan we dat peloton zien. Ja, Pim Ronnaar rijdt daar aan kop. Dan gaan we kijken, het zijn nog 20 seconden die daar overblijven. 20 seconden. En daar is hij dan. Hand op elkaar, dames en heren, Nicky Terpstra! Ja, nou. Nicky Terpstra, je wint hier de 38e ronde van Almelo. Wat is jouw verhaal van deze ronde? Nou, ik vond het gewoon wel heel leuk om hier te zijn. We hebben natuurlijk een paar jaar niet gereden, dus het was mooi om weer zoveel enthousiast publiek te zien. Ik voelde me de hele wedstrijd goed, ik kon me van voren handhaven. En, in de finale ben ik maar alleen gegaan, want sprint is niet mijn sterkste kant. En met die chicane zo de laatste 100 meter is het altijd tricky, dus ik heb maar voor de zekerheid gekozen. Betekent dat jij in het begin je wat verschool in het peloton, maar dat je daarna toch steeds naar voren kwam. En je hebt verschillende keren aan de leiding gereden, totdat je op een gegeven moment weer weg was en toen kwam de finale. Ja, het is altijd krachten verdelen natuurlijk. En als je te ver naar achter gaat, dan hang je op het elastiek. En dat is eigenlijk ook niet fijn. Dus ja, je moet wel voorin zitten, maar niet de eerste rij. En dat is vandaag redelijk gelukt. Maar ja, dat lukt niet altijd, maar gelukkig vanavond wel. Was het een kwestie van tactiek? Dat speelt altijd een rol. En dat kwam nu goed uit. Ik geloof dat jij nog nooit eerder in Almelo geweest bent. Althans niet om hier een wedstrijd te rennen. Jawel, ik wat is het, 3-4 jaar terug was ik hier ook. Maar toen, toen verschalkte iemand me in de laatste seconde, laatste chicane. En nu gelukkig niet.